InfoCyclus is een opleiding van 8 dagen over de actuele mondiale uitdagingen. Wij willen eigenlijk onze deelnemers aanzetten om samen met de lesgevers en met elkaar bij te leren en te discussiëren over wat zijn actuele mondiale uitdagingen, gelinkt uiteraard aan het Noord-Zuid-verhaal en aan ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Er zijn tussen de 900 en de 1000 deelnemers per jaar. Ik weet niet hoe ik zo wil doen met mijn diploma. Ik heb een diploma TW Economie en ik zou graag eens willen doen in de ontwikkelingssamenwerking. De InfoCyclus bestaat al heel lang, eigenlijk al van in de jaren 60. Toen was het een opleiding voor vertrekkende coöperanten, dus echt mensen die in het zuiden gingen gaan werken als ontwikkelingswerker. Dat is door de jaren heen geëvolueerd naar een algemene opleiding en ook een sensibilisatieprogramma rond wat is ontwikkeling en wat is ontwikkelingssamenwerking. Het gaat over mondiaal burgerschap. Het is gewoon, zelfs als ik later niet terecht zou komen in ontwikkelingssamenwerking, zou je dat gewoon misschien een andere kijk, misschien een betere kijk op die vraagstukken waar ik dus in geïnteresseerd ben, kunnen geven. Met een kritische houding kunnen binnenstappen in het werkveld is erg belangrijk, omdat de wereld, het is een boutade natuurlijk, maar is heel erg complex geworden. Heel erg complex geworden. En het klassieke, noem het wat ouderwetse Noord-Zuid verhaal, is er niet meer. Het is geen Noord-Zuid verhaal, het is een Noord-Zuid-Oost-West-Centrum verhaal en alle mogelijke verbindingen ertussen. De InfoCyclus werkt met een heel aantal partners samen, vooral met organisaties dus die hier een les komen geven. Er zijn heel wat mensen uit de academische wereld die een les komen geven, ook mensen vanuit de NGO-wereld, ook een aantal mensen uit de privésector en dan een aantal individuen, consultants of oud-coöperanten of huidige coöperanten. We hebben een pool van ongeveer 300 sprekers, waarvan er elke cyclus ongeveer 30 komen een les geven. In mijn sessie rond landbouw en voedselsystemen vertel ik eigenlijk hoe dat we de wereld gaan en kunnen voeden in 2050. Wetende dat er heel wat mensen in steden gaan wonen, dat we tot 70% meer voedsel gaan moeten produceren met de bevolkingsgroei die eraan komt. En wetende dat eigenlijk de grenzen van onze planeet bijna bereikt zijn. Ik denk dat dit het vierde jaar is. Een zevende of achtste maal dat ik de les over de inleiding op de Belgische ontwikkelingssamenwerking mag geven. Een algemeen overzicht. Wat doet België als donorland op het vlak van ontwikkelingssamenwerking? Een deel van het publiek heeft toch vaak een beetje extreme positieve of extreme negatieve kijk op wat er allemaal gebeurt in ontwikkelingshulp en de werking van, ik zeg maar, wat globale instellingen. Hè. Dus de manier dat een beetje nuanceren, vind ik een belangrijke taak van de InfoCyclus. De InfoCyclus geeft eigenlijk een begrippenkader weer. Je hebt ontwikkelingssamenwerking en daar zijn heel veel aspecten aan verbonden. En het unieke aan deze InfoCyclus is dat zij heel veel verschillende aspecten eigenlijk bundelen en dat ze dan meegeven aan de deelnemers. Het is een basis. Ontwikkeling is vrijheid. Dat betekent dat iedereen, 7 miljard mensen, de vrijheid zouden moeten kunnen hebben om, of de middelen zouden moeten kunnen hebben, de omgeving ook zouden moeten hebben, om zelf hun keuzes te maken. Maar dus dan heb je toch een... Allee, stel je voor dat er opeens een hele generatie... Maar waarom zijn jullie allemaal naar de universiteit gegaan? Omdat jullie slimmer zijn dan de generatie van 50 jaar geleden? I don't think so. Enfin, nog een punt, maar omdat de kans gecreëerd is en omdat iedereen... Ik vind dat hier het publiek enorm gemotiveerd is. De deelnemers komen echt om bij te leren hierover. En dus eigenlijk de interactie, de sfeer en de mate van betrokkenheid van deelnemers aan de infosessie is... is enorm groot in vergelijking met bijvoorbeeld normale studentenpubliek. En in die zin is dat echt leuk om dat hier te komen doen. Dus wat IMF zou moeten kunnen monitoren en controleren en een halt toeroepen als er problemen zijn. Ik zeg maar in de financiële sector in de Verenigde Staten. Momenteel is de focus al 2 jaar, denk ik, ongeveer op Syrië gelegd. En daarbinnen probeer ik toch duidelijk te maken dat naast het officieel discours van internationaal recht enzovoort er heel veel belangen mee spelen. En dat is een case, Syrië, hoe dat bijvoorbeeld iets als wapenhandel en andere zaken een enorme belangrijke rol spelen, ook in dit conflict in heel de regio. Ja.
Irak heeft zelf een uitnodiging gestuurd van oké, jullie mogen in ons land bombarderen, maar Syrië heeft dat nooit gedaan. En toch doet iedereen dat, dus dat is eigenlijk compleet illegaal. Door de internationale code. Ah ja, ja, zeker. Waarin België dus minstens zit, 4200 slachtoffers. Dus nu zitten we samen om een beetje te vertellen wat we zelf gezien hebben en wat de anderen gezien hebben en misschien eventuele link te leggen tussen beiden. Qua pedagogische aanpak hebben wij procesbegeleiders die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van het leerproces van de deelnemers. We werken met kleine groepen van 25 mensen en dat laat toe dat mensen tijd hebben om in kleine groepen te discussiëren, na te denken, te verdiepen en ook van elkaar te gaan leren, want er is al heel veel kennis aanwezig in de groep en dus we vinden niet dat alles van de lesgevers moet komen, maar dat er ook al heel veel aanwezig is en dat deelnemers veel van elkaar kunnen leren. Ik ben jurist in vreemdelingenrecht, dus ik werk met vluchtelingen. En ik heb al wel wat, enfin, ik heb al wel wat ruime werkervaring. Ik heb internationale politiek gestudeerd en doe nu een master public management en bestuurskunde. Maar ben ook nog 2 jaar naar het buitenland geweest. 1 jaar naar Brazilië en 1 jaar naar Peru. Op de infocyclus heb je een economiste, ingenieurs, medische profielen, logistiekers. Ook verschillende leeftijden, mensen van verschillende origine. Dat laat ook toe om heel nieuwe inzichten te krijgen. Zelf vind ik het altijd het meest interessant om sessies te geven of mee te geven met, aan mensen die een heel andere achtergrond hebben, omdat dat toelaat om tot een heel constructief gesprek te komen met zeer verschillende inzichten. En mensen die gaan realiseren van, tja, in mijn vorming heb ik dat zo geleerd, maar ik moet nu eerlijk toegeven dat ik iets heb bijgeleerd dat ik misschien tijdens mijn 4 jaar economiestudies nooit gehoord had. Het leerproces hier kent vele aspecten waarbij dat beroep op participatie en dat beroep op actieve deelname aan het leerproces aan de ene kant, het sociale proces aan de andere kant, dat lijkt een soft aspect, maar is ontegenzeggelijk toch van een hele grote waarde voor de deelnemers die een enorm nauwe band bouwen in 8 dagen tijd. Ik kom op het moment in mijn privéleven en werkzaam leven kom ik mensen tegen in Europese landen die 25 jaar geleden de cyclus gedaan hebben en die daar nog steeds heel erg positief over zijn en zich dus precies herinneren wat dat destijds ook voor hen betekend heeft. En ik denk dat nu, anno 2017, dat participatief gedeelte, die reflectie, die zelfreflectie, die uitwisseling, die kritische reflectie, een prominente plaats gekregen heeft. En volgens mij is de cursus op kwalitatief vlak nooit zo goed geweest dan nu. Ik heb zelf de infocyclus 12 jaar geleden gevolgd. Ik vond dat toen ook plezant en interessant en leuk. Maar toen was het nog meer academisch. Terwijl in de laatste 12 jaar zie je dat men mensen uit de bedrijfswereld heeft uitgenodigd, mensen om getuigenis te geven, mensen die bijvoorbeeld de migratie zelf hebben meegemaakt, als het over migratie zou gaan. En dat laat toe om ontwikkelingssamenwerking of internationale samenwerking vanuit andere kanten te bekijken. Ik merk dat een getuigenis enorm veel belang heeft voor de mensen. Ik zie het ook in de manier hoe dat zij luisteren naar mij. In feite, het is een uur en een half, maar iedereen kijkt naar jou, iedereen zit echt te luisteren. Dan merk je dat dat wel belangrijk is voor hen, omdat ze daar effectief hetgeen dat ze geleerd hebben doorheen de week kunnen horen vanuit hun ervaring, een persoonlijke ervaring. Hoe is een femme migrant? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Qu'est-ce qu'elle apporte de moins? Pourquoi on ne la voit pas? Qui suis-je? Quand je dors, je ne sais pas où est-ce que j'ai passé la nuit. Empathie is een van de zaken die we het meest missen, terwijl we die juist het meest nodig hebben. Je kan niet werken aan de ontwikkeling van mensen op een andere plek in de wereld als je niet maximaal probeert in te leven in de manier waarop zij hun leven, hun armoede, hun strijd, hun toekomst, hun dromen beleven. Ik heb ervoor gekozen om heel specifiek met technieken aan de slag te gaan die vanuit populaire educatie komen en waarin dat je vertrekt van we gaan een ervaring laten doormaken en op basis daarvan gaan we eerst iets voelen. Dan gaan we dat in een grotere groep delen en daarover nadenken samen en proberen te kijken hoe dat die individuele beleving eigenlijk ook iets herkenbaar is voor anderen en
grotere dingen kan zichtbaar maken. Die link met engagement is echt van belang. Maar wees daarin niet verlegen, wees daarin niet, schroom niet om ook die informatie en die ervaringen te delen met de anderen. Het is een gelegenheid om kennis te maken met jonge mensen die vandaag vanuit hun eigen wereldbeeld, vanuit hun eigen invalshoeken, geboeid zijn en geëngageerd zijn rond internationale samenwerking. Welke vragen stellen die jongeren? Waar hebben zij twijfels? Waar zien zij perspectieven en zo? Dus ik denk dat het eigenlijk een win-win is voor de sector, voor de deelnemers en voor heel de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Ik vond het heel aanvullend op wat ik al had gestudeerd. En het is wel een meerwaarde omdat het echt specialisten zijn dat komen spreken. Ik zou zeer zeker mensen aanzetten tot een kritisch wereldburgerschap op verschillende thema's, maar wel geïnformeerd. Ik kan niet anders dan zeggen wat de overheid hier in die magere middelen eigenlijk die de overheid hier voor over heeft om dit te organiseren, dat die zich zo dik terugverdienen. Ja, doordat je kwaliteit levert, elk jaar 1000 mensen die opgevoed worden als het ware in een soort wereldburgerschap, zullen we dat dan maar noemen. Ja, dat is niet weinig, hè. Dat geeft een enorme meerwaarde aan de maatschappij, denk ik. En ik merk wel dat ik op 4 dagen tijd al veel meer informatie heb en veel genuanceerder en kritischer nadenk. En dat vind ik echt fantastisch. Juist du positief. Voilà. Un peu triste aussi de savoir que ça se finit pour l'infocycle. Mais content d'y avoir pris part. C'était très riche. C'était vraiment très... On a autant appris de la part des intervenants que de la part des participants à l'infocycle. Et ça, c'est le mélange qui est vraiment magique. On rencontre des personnes d'horizons totalement différents et de mondes totalement différents. On vit tous en Belgique, mais on dirait qu'il y a 2 mondes différents et qu'on ne se rencontre pas forcément. Et l'infocycle, ça permet réellement de rencontrer des personnes. Attends. Ik ben ook super blij dat ik zoveel nieuwe mensen heb leren kennen. Zeker vanuit helemaal verschillende invalshoeken en met verschillende disciplines als achtergrond. En dat is echt mooi dat we elkaar zo versterkt. En voilà, kijk, zie, mijn kopij. Tot ziens! Wel echt zo samen staan we sterk en ik heb er terug zin in en ik wil er keihard voor gaan. Het is heel tof om allemaal mensen te leren kennen van wat je weet. Ze gaan ook een wijde wereld in en je gaat ze sowieso nog tegenkomen. Hoop ik. Het samenzitten, het kritisch nadenken, dat leidt automatisch tot een complex verhaal met nuances waarbij iemand gelijk heeft op een bepaalde manier, maar niet helemaal. En moet toegeven dat iemand anders een interessante inbreng heeft waarover die nog niet heeft nagedacht. Dan kom je tot... Gewoon verder doen? Of... Ja.